Hallo iedereen en welkom in een nieuwe video. Vandaag voelde ik mij geleid om te spreken over eenheid. Gezien dat we gisteren, was het gisteren? Ja, gisteren, die video hadden rond scheiding. Komt dan automatisch natuurlijk ook de vraag van ja, oké, wanneer ben je dan eigenlijk in eenheid met je tweelingvlam? Nu, om te begrijpen wanneer je effectief in eenheid bent, is het belangrijk dat je begrijpt of dat je weet dat eenheid met jouw tweelingvlam in het fysieke... Oh, ik moet zien dat ik mijn microfoon niet saboteer. Dus eenheid in het fysieke kan en zal er niet komen van wanneer dat jij eigenlijk zelf nog niet die eenheid in jezelf hebt. Of wanneer dat er nog geen eenheid is of meer balans is in jouw tweelingvlam. Nu, dat betekent dus, en dat daarom ook is mijn focus vooral gericht op het ondersteunen van tweelingvlammen in hun eigen proces eerst. En om dan geen lessen aan te leren, maar de dynamiek uit te leggen. Dat tools aanreiken, zodanig dat je begrijpt en leert hoe dat je eigenlijk dingen moet gaan interpreteren. Want... tweelingvlam connecties zijn allesbehalve hetzelfde. Of allesbehalve zoals de soulmate-relaties of de relaties zou gewoon in het algemeen, in het collectief kennen. Net omdat ze hier ook zijn om dingen op een andere manier te gaan doen. Dus daarom is het belangrijk dat, en daarom ook gebeurt het vaak dat die scheidingen er zijn. Waarom? Omdat je dan eigenlijk geduwd wordt in je proces. En voor iedereen is dat ook anders. Bij ene tweelingvlammen koppel, ga ik het zo noemen, ga je merken dat er eerst een fysieke ontmoeting is, bijvoorbeeld. En dat daarna, het kan zelfs nog eventjes goed gaan, maar dat dan daarna de tweelingvlammen weer elk hun eigen weg gaan, doordat er veel te veel getriggerd wordt, veel te veel ballast naar boven komt. En dan is het beste dat je elk voor jezelf uit gaat werken. Bij andere tweelingvlammen, wat dat voor bij mij bijvoorbeeld het geval was, kwam dat fysieke zelfs nooit ter sprake. Door het feit dat ik in België woon, hij in Europa woont, dan hebben we heel de coronafases meegemaakt. En dus tegelijkertijd was dat voor ons ook een hele duidelijke les dat... dat fysieke eigenlijk het laatste element is. En allesbehalve het belangrijkste element. Dus je hoeft zelfs niet fysiek bij je tweelingvlam te zijn. Om elkaars energie te voelen. En in de video rond astrale seks ga ik daar ook nog meer over vertellen. Maar dus... het fysieke is eigenlijk het laatste stuk. Waarbij dat de meeste relaties ontstaan. Relaties eerst vanuit die fysieke aantrekking... En dan naarmate dat je elkaar langer kent, komt de emotionele en misschien ook die mentale verbinding. Maar bij tweelingvlammen ontstaat dat op een andere manier. Want het begint vanuit de energie. Want die energetische verbinding, dus die energetische eenheid, is er altijd geweest. En nu nog steeds. Ook al is er geen contact, ook al is er geen fysieke nabijheid of wat dan ook. Dus dat is belangrijk om te weten. Dat in energie er altijd eenheid is. Nu... Om het beter te begrijpen waar je dan staat in je eigen proces, dan zou je kunnen zeggen, wanneer dat er een, laten we zeggen, min of meer een soort van consistentie in de communicatie zit. Wanneer dat je communiceert, het harmonieuzer is en het niet voortdurend getriggerd en touch and go weer is, als het ware, dan zou je kunnen zeggen dat er eenheid is in jouw connectie. En dat is ook de reden waarom dat ik ook mijn connectie... ik ga het anders zeggen. Dat was ook de reden waarom ik aan mijn team gevraagd had van wanneer ben je in eenheid, wanneer ben ik in eenheid. Omdat het aanvoelde op een bepaald moment, dat was ergens in de loop van vorig jaar, voelde ik in mijn connectie veel meer gemoedelijkheid. Voelden we veel vaker die onvoorwaardelijke liefde naar elkaar toestromen. Los van het feit dat we elkaar nog steeds triggeren op sommige momenten. En de ene keer wel meer dan de andere keer. Maar... De liefde die er eigenlijk is en die diepe band, die, dat wederzijds begrip, dat respect, het in staat zijn om de ander ook ruimte te geven wanneer dat nodig is, dat zorgt ervoor dat je dus die onvoorwaardelijke liefde eigenlijk voornamelijk voelt. En dat heeft dus te maken, of een soort, dat is een soort van teken dat je eigenlijk een eenheid bent. De belangrijkste eenheid, want dat is eigenlijk de eenheid in energie.
En vanuit daaruit gaat dat automatisch door de universele wetten dan er eigenlijk voor zorgen dat je elkaar ook fysiek in eenheid gaat gaan, eigenlijk elkaar gaat manifesteren in het fysieke. Dus dat eigenlijk ook de relatie, de connectie, zich gaat manifesteren in het fysieke. Want het ook, ongeacht wat je leest of hoort of doet, het is de bedoeling, als tweelingvlammen hun werk, het werk doen, dat zij fysiek ook samenkomen, ongeacht wat er ook gezegd wordt. Maar ook hier heeft dat voor iedereen ook weer een andere verloop. Bijvoorbeeld weet ik van een aantal klanten dat zij bijvoorbeeld nog eerst andere mensen, dat ik zelf ook meegemaakt heb. Terwijl je in die connectie met je tweelingvlam zit, je hebt communicatie, maar er is misschien nog op dat moment niet volledig besef van wie dat de andere is. Voornamelijk vanuit de Divine Masculine en Divine Feminine dan. Dan gebeurt het dat er andere soulmates op je pad komen om jou helpen nog verder uit te zuiveren, nog meer in je kracht te stappen, nog meer dingen te leren rond de liefde. Zodanig dat je dat niet moet leren met je tweelingvlam. Dus dat je niet moet zitten wachten totdat je tweelingvlam klaar is om samen met jou die les te leren. Dus andere mensen komen op je pad. En daarom is het belangrijk om niet enkel alleen maar te focussen op degene wie dat je denkt dat jouw tweelingvlam is. Zeker wanneer je in het begin nog twijfelt wie dat jouw tweelingvlam is, noem hem of haar dan een potentiële tweelingvlam. En leef gewoon verder jouw eigen leven. Blijf focussen op jezelf. Blijf aan jezelf werken. Blijf je schaduwen helen. En blijf gewoon je eigen dromen ook volgen. En dan gaat automatisch duidelijk worden dat wanneer een bepaalde persoon, dus een potentiële tweelingvlam, iedere keer terug in leven komt en dat je ook daarin in zijn of haar groei een verbetering of verandering merkt, dan eigenlijk is dat, zoals ik ook al eerder gezegd heb, het beste bewijs dat iemand jouw tweelingvlam is of niet. Nu, dan werd er mij ook de vraag gesteld van, kan je in eenheid zijn? Ook al herkent de ander jou niet als zijnde zijn of haar tweelingvlam. Nu, de vraag is daarop eigenlijk, het antwoord is nee. Waarom? Als je het begrijpt in wat ik nu uitgelegd heb als eenheid zijnde, dan vraagt dat natuurlijk dat bewustzijn rond wie dat de andere voor jou is. En wat dat de zielsconnectie precies inhoudt. En dus kun je niet in eenheid zijn met je tweelingvlam als die niet weet dat hij of zij jouw tweelingvlam is. Waarom? Omdat het woord op zich ook al een bepaalde vibratie in zich draagt. En dus wanneer je dat herkent, dat woord, dan gaan er eigenlijk bepaalde lichtcodes ook gaan ontwaken die verbonden zijn met jouw essentie als tweelingvlam. Dus dat is eigenlijk ook een van de redenen daarvoor. Niet te vergeten dat je eigenlijk in wezen, in 5D, altijd in eenheid bent met jouw tweelingvlam. Maar wanneer dat die vraag gesteld wordt, dan wordt dat vaak ook vanuit een ander aspect gevraagd. Dus vandaar dat ik dacht om dat nog eventjes toe te lichten. Dus ook hier, net zoals bij separatie, bij scheiding, zijn de verschillende fasen, zijn de verschillende manieren, zijn de verschillende redenen. En is het ook gewoon een kwestie van stap voor stap te gaan. En als je in eenheid bent, dan ga je het voelen. Het is anders, er is veel meer rust. Daarom ga je niet altijd jouw tweelingvlam ook in energie voelen of bij jou voelen. Maar wanneer je ze voelt, gaat dat veel gemoedelijker, veel liefdevoller zijn. Dus die onvoorwaardelijke liefde gaat veel meer door jou, gaat veel meer een constante zijn. Ik even vragen, omdat er nog iets is dat ik moet meegeven rond dat eenheid zijnde. Dus het in eenheid zijn van tweelingvlammen heeft te maken met het integreren van het hogere bewustzijn. Dus dat eenheidsbewustzijn, dat diamantenbewustzijn in je dagelijkse leven. En dat is ook de reden dus. Je kan geen relaties vanuit op een andere manier gaan doen wanneer je dat wanneer je dat bewustzijn nog niet in jezelf geïntegreerd hebt. Dus wanneer je zelf nog niet op je pad loopt. Wanneer je zelf nog niet bezig bent met werken aan jezelf. Wanneer je zelf nog niet in je missie stapt. Ongeacht hoe dat die missie dan ook is. Dan is het heel moeilijk en stel je eigenlijk gewoon de eenheid met je tweelingvlam altijd maar verder en verder vooruit op je tijdslijn. En dat is dus ook het omgekeerde. Je kan het dus ook verkorten net door die actie te ondernemen en door die stappen te nemen.
Zo, dat was het voor nu. Als je wilt en je voelt je ertoe geroepen, dan start ik half april met een traject, zelfrealisatie vanuit een hartgedragen bewustzijn. Dus het hartgedragen bewustzijn, is dat eenheidsbewustzijn, is dat diamantenbewustzijn, is dat Christusbewustzijn, dat is eigenlijk allemaal hetzelfde. En daarbij gaan we eigenlijk gebruik maken van de verschillende zielslessen dat we doorheen gaan om tot in dat eenheidsbewustzijn te komen. Zeker als tweelingvlammen is belangrijk om te leren werken ook met die vlammen. Want je bent een vlam van de bron, tweelingvlam. Ja, het woord zegt zelf. Dus zoals jij weet, zoals ik daarnet gezegd heb, zit er ook een bepaalde code in dat woord. En dus doorheen dat traject zijn er ook verschillende transmissies. Dat zijn eigenlijk overdrachten van energieën, waarbij je ook leert om die universele vlammen heel gemakkelijk zelf te gaan aanroepen. En daarin ga je eigenlijk al een schaduw gaan werken, waardoor dat dan, wanneer je in contact komt met je tweelingvlam, eigenlijk dan niet meer constant zo diep gaat getriggerd worden. Als ik merk dat er ook verschillende tweelingvlammen in het traject zitten, of nu in de groep van nu zitten, dan kunnen we natuurlijk ook stukjes daar rond aan bod laten komen. Dan kunnen we ook vragen daaromtrent rond de dynamiek van tweelingvlammen ook bespreken. Dat kan perfect ook in die groepsessies aan bod komen. Omdat ik mij ook altijd afstem op de groep en de mensen die op dat moment in die sessies aanwezig zijn. Dus mocht je daartoe geroepen voelen, er zijn ook termijnbetalingen mogelijk. Loop je ergens tegenaan, stuur mij een mailtje. Ben je niet zeker of wat voor jou is, dan kan je nog een... ben aan het tanken, volgende week zit het helemaal vol. Dan zou je nog in principe een afstemsessie kunnen reserveren, maar dan is het beste dat je mij gewoon een mail stuurt, dat ik jou ergens nog tussenin plan. Om te kijken of dat inderdaad traject, het groepstraject... groepstraject. Het is een groepstraject, maar je bent niet verplicht om de groepen, de live sessies te volgen natuurlijk. Maar dus om het traject zelfrealisatie, of dat echt iets is voor jou, of dat je daar al klaar voor bent, of misschien dat eerst nog iets anders nodig is, of jou verder kan helpen. Zo, morgen komt er een video online rond de nieuwe maan en wat dat die lessen zullen zijn. En wat ik in het weekend zal plannen, dat weet ik nog niet. Dan gaan we dat wel zien, hè, waartoe dat we geleid worden. Maar ik voelde dat vandaag eenheid belangrijk was. Wellicht ook omdat we gisteren over die scheiding gesproken hebben. En de scheiding hoort tot dualiteit en eenheid is het tegenovergestelde. Dus eigenlijk maakt het allemaal wel heel... is het geheel allemaal logisch. Zo, dat was het voor vandaag. Heb je vragen? Loop je zelf tegen dingen aan of wil je iets weer weten rond tweelingvlammen? Of wil weten hoe dat het ervaren wordt door andere tweelingvlammen? Ja, stuur me een berichtje. Zet je vraag onder de video en dan maak ik het. Of neem ik het op in een nieuwe video. Zo, dat was het. Tot de volgende. Dag.